Vandaag organiseren wij het speelgoed Geefpleintje. Dat is eigenlijk een markt waarop alles gratis is. Dus de mensen mogen speelgoed brengen waar niet meer mee gespeeld wordt, maar wel nog bruikbaar is. En ze mogen ook speelgoed komen halen natuurlijk. We zijn vanochtend gestart met lege tafels en ze staan nu helemaal vol. Dus we mogen wel zeggen dat het een succes is. Het speelgoed Geefplein is een initiatief van de Jeugdraad van Hamond-Achel, dat elk jaar opnieuw veel enthousiasme kan rekenen. Ik heb educatieve prenten, boeken meegebracht en autootjes voor de jongens. Ik sta zelf in de kleuterschool, dus ik weet hoe belangrijk het is dat kinderen kunnen spelen met allerhande speelgoed. Dus best wel belangrijk. Ik vind het een heel tof idee eigenlijk. Ik vind dat een prachtig initiatief. Het bestaat nog nergens, niet denk ik. Hier in de buurt toch niet, want het is altijd ofwel rommelmarkt, is het kopen. En nu, het is gewoon allemaal gratis. Je kunt het brengen, je kunt het gratis weer meenemen, sommige dingen. Zoals elk jaar gaat het speelgoed dat op het einde van de dag overblijft naar het goede doel. Dit jaar is dat goede doel Autisme Limburg. En die werken ook samen met de Regenboog in Genk. Dus het speelgoed gaat zeker een goede plaats krijgen. We proberen eigenlijk elk jaar een ander goed doel te kiezen. En vorig jaar was het VZW Kietelt. En dit jaar probeerden we een andere weg in te slaan met Autisme Limburg. Komen speelgoed brengen waar ze niet meer mee spelen. En zeker tegen 6 december aan, dan is dat heel goed. En vooral dat het naar kindjes gaat, naar een goed doel gaat eigenlijk. Kindjes hebben toch al te veel.